Genesis 27. Zo ging hij naar zijn vader. Vader, zei hij. Ja, mijn zoon, zei Isaac. Wie ben je? Jacob antwoordde zijn vader. Ik ben Esau, uw eerstgeboren zoon. Ik heb gedaan wat u me hebt gevraagd. Kom, ga overeind zitten en eet van wat ik heb geschoten. Dat zal u de kracht geven om mij te zegenen. Hoe heb je zo snel iets kunnen vinden, mijn zoon? Zei Isaac. En hij antwoordde, doordat de Heer uw God alles zo gunstig voor mij liet verlopen. Toen zei Isaac tegen Jacob, kom eens wat dichterbij, mijn zoon, zodat ik kan voelen of je inderdaad mijn zoon Esau bent of niet. Jacob kwam dichter bij zijn vader staan en deze betastte hem. Het is Jacobs stem, dacht hij, maar het zijn Esau's handen. Omdat Jacobs handen even behaard waren als die van zijn broer Esau, herkende Isaac hem niet en dus zegende hij hem. Ben je echt mijn zoon Esau? Vroeg hij nog. Ja, antwoordde Jacob. Toen zei hij, zet het wildbraad dan dichter bij me, zodat ik ervan kan eten, mijn zoon, en de kracht vind om je te zegenen. Jacob zette het dichter bij hem en Isaac at ervan. Ook bracht hij hem wijn en hij dronk ervan. Toen zei Isaac tegen Jacob, kom eens dichterbij, mijn zoon, en kus me. Hij kwam dichtbij hem staan en kuste hem. Toen Isaac zijn kleren rook, sprak hij deze zegen over hem uit. De geur van mijn zoon is de geur van het veld dat de Heer heeft gezegend. God geef je dauw uit de hemel en vette, vruchtbare aarde, een overvloed van koren en wijn. Volken zullen je dienen, naties zich voor je buigen. Je zult heer zijn over je broers, macht hebben over je moeders zonen. Vervloekt wie jou vervloekt, gezegend wie jou zegent. Amen.